Achter mijn moeders huis lag een voetbalveldje. En mijn moeder moest me daar altijd komen ophalen om te komen eten. Want anders kwam ik gewoon niet eten. Ik ben helemaal gek van Lars Veldwijk. Hij maakt zijn goals. Hij had er dit seizoen 30. Het lijkt me hartstikke leuk als ik Lars Veldwijk nog eens kan ontmoeten. Ze zijn alle vier helemaal gek van voetbal. Ze eten, slapen, drinken voetbal, leven voetbal. Als wij niet af en toe iets anders verplicht doen, dan gaat het hier alleen maar over voetbal. Ja, we gaan één keer zwaaien naar die camera, dat is genoeg. Ja? Oké, hartjes. Hoi, hartjes goed. Okay. Kaats. Maak gebruik van de ruimte. Kom maar, in beweging, zonder bal, vooral in beweging. Wouter is een jongen die heel fanatiek is in zijn sport. Ja? Als het aan Wouter ligt, zet hij zijn bed hier neer naast de kantine. Die zal hier ook wel ongetwijfeld iedere dag te vinden zijn. Hoi, Lars Veldwijk. Wouter, speel je ook bij Excelsior? Ja. Ja? Nou, ik vind voor zijn positie als verdedigende middenvelder dat zijn baastechniek heel belangrijk is. Hoe hij vandaag met links en met rechts bezig was heel goed. En dat is ook heel belangrijk op die positie. Goeie goal!